Er lijkt wel een revolutie gaande in de speelgoedwereld. Een speelgoedmarkt die de laatste decennium het erg moeilijk heeft gekregen door de opkomst van internet. Steeds meer nieuwe toetreders kwamen er op internet die ook speelgoed gingen verkopen. Ook de speelgoed was vaak verpakt in dozen, waardoor het heel moeilijk was in de winkel om een toegevoegde waarde te leveren. Waardoor klanten ook massaal op internet gingen kopen en vaak door tegen lagere prijzen. We zien dat Intertoys te koop werd aangeboden, verkocht werd, teruggekocht werd, verkocht werd, terugverkocht werd. En eigenlijk zocht Intertoys naar een mogelijkheid om weer winstgevend te worden. In België zien we dat de speelgoedwinkels van Fun steeds moeilijk kregen, verlies gingen leiden en uiteindelijk toch failliet gingen gaan. Eigenlijk gingen ze eronder aan internet omdat mensen een ander koopgedrag gingen vertonen en winkels daar niet tegen op konden en ook niet de echte belevenis konden gaan bieden. Maar nu zien we toch veranderingen. En die veranderingen beginnen eigenlijk bij de merken. Een Lego die zich steeds beter manifesteert met nieuwe producten. En producten die mensen aanspreken. Met complete dozen vol met alle benodigdheden om historische gebouwen bijvoorbeeld na te gaan bouwen. Ook zien we al een jaar of 10 dat het Lego probeert ook internet te integreren binnen hun eigen product. Door digitale toepassingen. En ook door internetondersteuning te gaan geven. Recentelijk heeft Lego zelfs een winkel geopend in Utrecht. Waarbij ze een soort van bloemenzaak openen. Gedurende 4 weken, waarbij men allemaal Lego producten kan zien in de vorm van bloemen. En ook de geur wordt erbij aangepast, zodat het lijkt op een echte bloemenwinkel. En zo zijn er meer merken die echt kijken naar mogelijkheden die er zijn om ook in te spelen op al deze ontwikkelingen. En dan moet hij bijvoorbeeld dus gaan denken aan Playmobil. Playmobil het erg moeilijk heeft. Playmobil wordt echt een speeltje. En dat speeltje is dan toch steeds minder in trek. Dus we gaan nu kijken hoe ze dat speeltje kunnen veranderen om aan te kunnen sluiten bij de huidige ontwikkelingen. Om even terug te komen op Lego, men komt ook erachter dat de Lego andere doelgroepen heeft. Bijvoorbeeld jongvolwassenen en volwassenen. Lego is eigenlijk een educational toy, waarbij je eigenlijk leert om te gaan, om eigenlijk leert om bijvoorbeeld iets wat je in je hoofd hebt te gaan bouwen met Lego. Dat is niet zozeer een speeltje, dat is meer een training om te gaan met het omzetten van gedachten en wensen naar een product toe. Wat Lego dus eigenlijk is. Terwijl Playmobil echt een speeltje is. Dus dan zie je dat je eigenlijk dat tool hebt van het bouwen van allerlei producten die je hoofd hebt, eigenlijk een leerproces is die je ook als jong volwassenen, misschien als oude volwassenen, ook graag wil doen. Vaak zie je ook ouders met hun kinderen met Lego spelen of de grootouders met hun kinderen met Lego spelen. Terwijl het bij Playmobil toch lastiger is. En dan zie je dat die combinatie met internet en zo'n Lego heel goed werkt. Dat er ook heel nieuwe doelgroepen aangesproken kunnen worden. En dan zie je ook dat Lego een mooie winstgevendheid laat zien. Tegelijkertijd zie je dit ook weer terugkomen in de winkelstraat. Kijk, dit heeft natuurlijk dus ondersteuning nodig. Dus ook die winkel, die kan weer meer ondersteuning geven, die kan meer services geven. En daardoor worden ze weer relevant voor de kopers, wat weer lastiger is op internet. En we zien ook dat er weer nieuwe winkelketens komen die een ander aanbod gaan doen. In Arnhem wordt binnenkort een hele grote speelgoedwinkel aangeboden door Smith & Toys. En die is echt mega groot. En als je dan vraagt, ja, wat is daar de concurrentie van voor Intertoys? Die is er natuurlijk, maar Intertoys zegt zelf terecht, ja, je kunt die speelgoed kopen, is een hele grote zaak. Maar ja, krijg je daar de ondersteuning en de services die je graag wil hebben? Want daarvoor ga je toch naar de winkel toe. En wij als Intertoys bieden juist die keuze en bieden juist die services en bieden juist die uitleg. En daarna is de kleinschaligheid van Intertoys winkels ook wel prettiger dan het hele grote gebeuren wat je dus ziet bij zo'n winkel. Nou, op dat moment zie je dus dat er eigenlijk een verschuiving plaatsvindt, dat de doelgroepen gaan verschuiven, dat de producten gaan verschuiven en dat ze samen tot beter kunnen inspelen op een nieuw koopgedrag. En dan biedt de markt wel degelijk kansen om hierop in te passen, om hierop in te spelen en de klanten echt weer terugkomen bij de winkels, maar het ook weer tot een verandering leidt. En dat zien we nu al bij de internetverkopen die het afgelopen jaar gedaald zijn van een 40% marktaandeel bij speelgoedzaken tot een 37%. En dan gaan de klanten wel weer de weg vinden naar winkels die wel die ondersteuning kunnen leveren en die wel beleving leveren.